Vandaag komt Jan Dibbets op bezoek. Ik wil het met hem over een werkende collectie hebben voor Windows. Voor Windows is samen met San Casciano Ceiling, een bruiklijn, in 1992 in de openingstentoonstelling van het museum getoond. En het zijn twee werken die allebei schilderkunst mengen met fotografie. Maar bij San Casciano Ceiling werken de elementen samen om echt een geheel te vormen, terwijl bij de voor Windows de spanning er echt van afspat. De spanning tussen de vier panelen, de spanning tussen de achtergrond en de voorgrond, maar ook tussen wat je ziet en denkt te weten. Hoe is de kunstenaar te werk gegaan? En ik ben ook heel erg benieuwd, hoe kijkt hij nu, al die jaren later, nog naar het werk voor Windows? Nou, daar gaan we het vandaag met hem over hebben. Die eerste, die San Casciano Ceiling, dat is gemaakt als een onderzoek. Dat had daar zijn eindpunt bereikt. Maar dat eindpunt, dat kreeg een nieuw begin door die gekleurde of geschilderde achtergrond. Wij gaan altijd maar ervan uit dat een achtergrond wit papier is, of groen papier, of oranje papier, of wat dan ook, of een stenen muur. Is de uitdaging of er een verrijking kan zijn als je die achtergrond kunt opjagen, zodat de voorgrond nog meer en intenser eruit komt. Dus die spanning, die probeer je dus daarin te krijgen. En 10 jaar later wist ik wel hoe dat werkte, maar toen begon het een hele andere vraag zich op te noemen. Wat is eigenlijk een foto als ik hem isoleer? Wat is het licht en waar komt dat vandaan? Wat is het licht van de foto? Ja, die foto die schijnbaar geeft die licht. Of die licht op, er is geen sprake van. Het is de achtergrond die de voorgrond maakt. Dat is ook bij ieder schilderij. Een voorbeeld daarvan is als je de schilderij hebt uit de 15e, 16e eeuw. 15e eeuw. Vanaf Jan van Eyck begin je te zien hoe staat die oplading van die achtergrond eigenlijk de voorgrond laat schijnen. Die schilderijen die zijn dus heel dun in het gezicht. Er is niks in de achtergrond. Met een pet op of wat dan ook. Die is heel dik. En dan zie je, als je van de zijkant kijkt, zie je dat het schilderij, het portret ligt terug, dat is geglaceerd. En het portret wordt gemaakt door de achtergrond, terwijl niemand dat ziet. En het lijken dus best monochrome vlakken, maar dat zijn ze dus bij lange na niet. Nee, ze zijn heel langzaam opgebouwd. Alleen al de achtergrond, die moet matchen met een fotopapier voorgrond. Dat is gewoon een technisch procedé, maar dat is dus ongelooflijk ingewikkeld. Er zitten honderden lagen. Het is hit en miss. Als het even ernaast is, dan zie je het voor je ogen wegvallen. Misschien is wel het eerste dat je als bezoeker doet, je vergelijkt de foto's. Ja, maar dat kan je niet. Dat is, en dat kan daar niet. Gaat dit werk over. Zijn de Four Windows de enige serie die absoluut zo moeten worden opgesteld? Dat is echt zo gemaakt, ja. Ja. Omdat ik me dat afvroeg. Ja. Hoe als ik twee bijna gelijke beelden tegenover twee andere bijna gelijke beelden zet. Maar de een is fundamenteel anders dan de andere. De een is rond, de andere is rechthoekig. En ik kan ze nooit zien. Ik kan wel iets van die zien als ik die kijk, maar ik kan die nooit zien. Maar als ik die zie, dan kan ik die zien. Dus het gaat heel erg over zien, het gaat over licht, het gaat eigenlijk ook over tijd. Want ik kan nooit de tegelijkertijdigheid hebben van het beeld wat ik nog op mijn netvlies heb. Ik moet me altijd omdraaien, waardoor meteen de verwarring ontstaat. Wat zie ik hier terwijl ik dat net gezien heb? En het is tegelijkertijd, waar komt het licht vandaan? Komt dat uit die foto? Nee, dat komt van de achtergrond. Maar voor de beschouwer is het de foto. De beschouwer ziet altijd alleen het plaatje. Dit raam, dat was gewoon puur toeval. Dit is Wayzata, dat was bij de familie Winton, Amerikaanse verzamelaars. En die had een guesthouse van toen nog volstrekt onbekende Frank Gehry. En daar zat een schuin dak met een niet vierkant raam. Nou, dat vind je nooit ergens. Dat vond ik zo ongelooflijk fascinerend. Toen ik daar lag, ik in mijn slaapkamer lag, dus tegen het raam aan te kijken.
En toen heb ik dus voor het eerst van mijn leven een tweede camera gekocht om deze foto's te maken. Waarom ben ik opgehouden met schilderen? Toen ik één keer in mijn leven, toen was ik 25, keek ik in de camera van mijn zusje. En dat was zo'n box, precies zoals ik gekocht heb. En ik deed die box een keer zo op en neer. Alles begon te bewegen. Mm-hmm. En heel, voor mij totaal fascinerend. Die hele foto's, die interesseerden me niks die gemaakt werden. Ik vond het fascinerend wat daar gebeurde. En ik denk ineens, met een flits. Dit is nooit onderzocht. En nog geen 3 weken later begreep ik ook dat het ook nooit begrepen is. En bij de perspectiefcorrectie inderdaad is het een eerste stap om het goed te begrijpen van wat de camera nou doet met wat je voor je hebt. De vraag is meteen raak, wat is de camera? Ja. Ja. En wat doet de camera? De camera ligt. De camera ligt altijd, kan hier niks aan doen. Wij zien alleen maar de waarheid, maar het is helemaal niet waar. Alles wat we zien is een stukje papier. De essentie is gewoon, als je wil begrijpen wat fotografie zou moeten zijn, voor de kunst dan, dan is het experiment. De uitdaging van het medium, altijd essentieel voor alle kunst. De bevraging van het hoe. Niet de afbeelding, maar de verbeelding. Maar is het de benadering die we nog steeds niet snappen? Of hebben we gewoon het vocabulaire nog steeds niet? Het vocabulaire niet. We imiteren de hele tijd de kunstgeschiedenis van de schilderkunst. Ja. En daarmee blijven we gewoon alsmaar achterlopen. Nou, we kijken alleen maar naar een foto omdat we schilderijen kijken. Ja. Ja, maar dat is verschrikkelijk. Want een foto heeft niks met schilderkunst te maken. Niks, helemaal niks. Laten we het eens even over het wat van die foto hebben. Als je deze foto ziet, onnozeler wat kan je je niet voorstellen. Nee. Nou, dit is toch een waardeloze foto. Ik bedoel, die is totaal oninteressant. Je kunt er niet meer van maken dan deze. Het is niks. Dat is, wat kan ik doen met een afbeelding, om een afbeelding naar verbeelding te brengen? En dat gebeurt en dan gebeurt er iets, dan krijg je een omslag van dat het niks voorstelt naar iets dat het dwingend wordt. En dat het dingen gaat doen die het eerst nooit had gekund. En dat is wat er dus in die foto's gebeurt. Dit is interessant omdat het een in zijn tijd geplaatst kan worden. Maar de digitale fotografie vraagt op totaal ander denken. Dus Four Windows zou niet het onderzoek zijn geweest op het moment dat de digitale... Nee. Het is een totaal gepasseerd station dit. Het is oerouderwets. Ja, maar dat is zo interessant aan fotografie. De fotografie en degene die daar denkt over wat is de uitdaging die er is om de fotografie gewoon bij de horens te pakken, die heeft te maken met het allerlaatste wat er is. Ja. En die zal moeten, of die wil of niet, die moet gewoon die digitale tijd in. Ja. Met alle risico's die er zijn, maar je moet het uitdagen, je moet gewoon aanvallen. En niet braaf achter dat ding blijven staan.